Regenfiber, supporter van Excelsior 31 TV. Welkom bij Excelsior 31 TV, het mediakanaal van Excelsior 31. Samenvattingen, interviews, reportages. Andreas David, 5-2 eindstand voor Heracles, het voordeel van Heracles. Geen stunt helaas voor Excelsior 31. Nee, helaas niet, maar is ook gewoon dik verdiend. Ze hebben dik verdiend gewonnen, hebben de beste kans gehad. In de eerste helft raakten ze een aantal keer de paal, de lat. Het is gewoon een goede ploeg. Je kunt zien dat ze gewoon veel fitter zijn, dat ze op elkaar ingespeeld zijn. Het is geen schande om van hun te verliezen, maar voor de wedstrijd dan roep je gewoon dat in het voetbal alles mogelijk is, dat er misschien een gelijk spelletje in zit. Maar goed, we hielden het 35 minuten lang goed vol. Daarna kwam de doelpunt van hun kant en wij scoren te laat. Hoe heb je het verder beleefd? Persoonlijk? Prima. Ik heb altijd al gezegd, ik wil mezelf ook altijd meten tegen de profvoetballers, waar mijn niveau ligt. En tegen Proclub ben je altijd extra gemotiveerd en ik heb het gewoon prima beleefd. Ik heb het goed volgehouden. Volgens mij een aardige wedstrijd gespeeld. En, van een degelijke partij van jou en van John Lubbers daar centraal achterin? Ja, ben ik mee eens. Alleen, het is misschien cliché, maar we hebben als team gewoon keihard geknokt. Volgens mij is er niet eentje die heeft verzaakt. En, een aantal haalden hun niveau niet, maar een aantal weer wel. En dat is elke wedstrijd weer zo. En dan is het mooi, denk ik, dat je zelf ook nog even scoort. Ja, kijk, voor de wedstrijd krijg je appjes van vrienden, van succes en hopelijk prik je erin in. Maar ik ben een verdediger en meestal scoor ik dan misschien uit een penalty of misschien een vrije trap. Ja, en dit was een kansje om op goal te schieten en ik raakte gewoon goed en dat ging er lekker in. En ging er meer dan lekker in? Ja, dat ging er heerlijk in. Oké, op naar zaterdag en geniet nog even van deze avond. Ja, ga ik zeker doen, dankjewel. Excelsior 31 TV. Direct de nieuwste video's ontvangen? Volg ons via twitter.com/Excelsior 31 TV.